is altijd een genoegen om u te mogen begroeten vanuit deze tempel. Het Wembley Stadium, waar een aantrekkelijke wedstrijd op het programma staat. Mijn collega Jeroen en ondergetekende, ik ben Siert, voorzien deze wedstrijd van commentaar. En over enkele ogenblikken gaan we hier kijken naar een wedstrijd in de competitie. Dit is Engeland tegen Wales. Ja, dankjewel Siert. Ja, het zou als een heel interessante ontmoeting kunnen worden hoor. En de sfeer in het stadion is prima. Veel mensen verwachten dat het een open wedstrijd wordt. Voor ons Nederlanders is natuurlijk het oude Wembley het stadion van Fanny Blankers-Koen. 4 keer goud op de Spelen van 1948, het WK 1966. En is er eigenlijk al geschiedenis geschreven in het nieuwe Wembley, dat tientallen meters van het oude opnieuw is opgebouwd. Ja, nou, dat duurt natuurlijk wel, hè. Er kleeft nog lang niet zoveel historie aan als aan het oude Wembley. Maar het is een gigantisch stadion. Ik moet zeggen, het heeft ook wel iets speciaals, hoor. Keepertje uit zijn doel, pakt de bal op. En start die brommen maar. En dan geeft de bal cadeau. Ze krijgen het balbezit weer. Nog steeds aan de bal. Die bal gaat er bijna in. En misschien dat hij iets minder hard had moeten schieten. Joe Allen. Roberts. Hij fluit voor de overtreding. Maar laat de kaarten nog op zak. Geen problemen voor de doelman. Chaloba. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Moet nu een vervolger aangeven. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling. De afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? Er is weer afgetrapt. En Engeland staat voor. Thompson. Roberts. Dribbelt verder richting doel. Niet meer aan de bal na die tackle. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Wow. Ik word in een kop. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Mogelijkheden voor een counter. Dit moet een doelpunt worden. Wright Phillips. Het spel gaat verder naar die redding. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Bal buiten de lijnen. Inworp. De supporters voelen dat dit het moment is dat ze echt kunnen gaan scoren. En gaan nog eens achter het team staan. Een kans van heel dichtbij. Nou, dat de Britten kunnen scoren, dat wisten we al. Maar dat ze dat op zo'n mooie wijze zouden doen. Ho, ho, good heavens.
Jongens. Wat een gekluts, zeg. Je gaat toch niet op deze positie de bal kwijtraken? Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot de tegenkomen. Joe Allen. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. Knappe verdedigende actie. En weer in balbezit. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Roberts. Niet verrassend, hij geeft de vrije trap. Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. De bal raakt de lat en gaat over. De bal wordt via de vleugel gespeeld. Wright Phillips. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Roberts. Thompson. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Wat een heerlijke redding van die doelman. Een op één situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Hoekschop komt voor. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Een kans op een counter. Nu moet het vervolg komen. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, die is goed raak, zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Roberts. Joe Allen. Goed hoor dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Schotkans van dichtbij. Overtuigende actie van die verdediger. Maar het blijft gevaarlijk. Ze geven de bal weg. Daar voorkomt hij narigheid. Die gaat uit. Inworp. Mooie positie om een voorzet te geven. Deze tackle loopt goed af. Mogelijkheden voor een counter. Oei, te veel man voor de bal nu. Ja, ze verliezen de bal. Einde counter. Thompson. Bal wordt ingeleverd. Blijft goed aan de bal. En nu snel schakelen voor de counter. Schitterende redding, ontzettend, wat een reflex zeg. Nou, op de tribune stelden ze hem al. Wat een grote kans was dit. Bal wordt voor het doel gebracht. Bal gered, spel loopt verder. Ja, zo'n bal
volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Ja, die tackle kan eigenlijk niet. Het was een overtreding, maar hij laat doorspelen. Goed voordeel gegeven, dat dan wel. Hij laat het spel lopen. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Bob is het weer kwijt. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. Dribbelt verder richting doel. Richting het midden voorgegeven. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Wat een gevoel en wat een controle in deze paas. Werkelijk afgemeten. En moet je vervolgens die afronding zien. Die speler leest die voorzet perfect en knalt de bal langs de verbouwereerde doelman. Onhoudbaar. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al nauwkeurig. Wat geeft hij vandaag een hoop goede passes. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. Dat leidt tot een vrije trap. Het ziet er veelbelovend uit. Hij rukt verder op. Een kans van heel dichtbij. Die doelman die duikt en die bal die redt. In het midden van de 16. Dit loopt dood, dus geen gevaar voor de tegenstander. Alle ruimte voor een dribbel. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. Schitterende kopbal, doelpunt. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Een score is dan een koud kunstje. Hij staat helemaal vrij. De bal komt recht op hem af. En kan hem staand binnenkoppen. Goeie goal. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Bal ingeleverd. Zet verder. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Nou, dat de Britten kunnen scoren, dat wisten we al. Maar dat ze dat op zo'n mooie wijze zouden doen. Ho, ho, good heavens. Ja, dit kan eigenlijk alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteiten hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Een prachtige individuele actie waarbij de tegenstander niet eens in staat is om aan de noodrem te trekken. Een monsterscore inmiddels. 6-0. Afgetekend. Blijft aan de bal. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Moet het doelpunt worden. Die gaat uit. Inworp. Roberts. Thompson.
Ja, je hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. De kant van dichtbij. Einde aanval. Naar Miobi. Mogelijkheden voor een counter. Richting het midden voorgegeven. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Goed gezien. Prima werk. Komt steeds meer naar voren. 3 minuten extra speeltijd wordt er aangegeven. Bal achter, dat is een corner. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Het gevaar is nog niet geweken. Een hoekschop, nog één. Dit is gewoon een goede wedstrijd van Bradley Wright Phillips. Sticht continu gevaar. Hij speelt gewoon een puikenwedstrijd. De verdedigers krijgen maar geen vat op. Het is gewoon ongrijpbaar vandaag. De bal komt voor het doel. Jammer. Maar hier worden ze niets wijzer van. Wat gaat hij nu doen? De doelman is de doelkans. De bal gaat uit, hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Einde eerste helft. En met 6-0 valt er voor de ene ploeg heel weinig en voor de andere heel veel te bespreken. In de eerste 45 minuten speelde hij werkelijk een fantastische wedstrijd. Ja, uit alles blijkt natuurlijk dat dit zijn wedstrijd is. Hè? Hij maakt het ene na het andere doelpunt. Hij is in topvorm en mede daardoor leidt zijn ploeg halverwege. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Ja, geen twijfel over mogelijk. Vrije trap. Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. Redding. Bal nog binnen de lijn. Die bal wordt geblokt door die speler. En nu snel schakelen voor de counter. Nog steeds gevaarlijk. En dat is hem dan, het Engelse doelpunt. Ja, deze goal is niet echt een big surprise. Maar dat maakt hem er zeker niet minder mooi op. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak. Maar als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Wat een knal. Een prachtige treffer. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Joe Allen. Roberts. De verdedigers kijken toe hoe de tegenstander de bal rondspeelt. De verdediging blijft wel geconcentreerd. En ze doen het toch nog niet samen met dit doelpunt. Nou ja, elk doelpunt is meegenomen, toch? Ja, nou ja, goed. Ze staan nog steeds fors achter. Maar in ieder geval is de achterstand iets draaglijker geworden. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt.
komt steeds iets verder. Wat kan hij hiermee? Hij kwam 1 tegen 1 met de keeper te staan, maar verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, zie het, dat het knap is hoe de keeper de bal pakt. Hè? Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Die keeper lijkt hier overmoedig of in de war, want hij laat zijn eigen doel ver achter zich. Ja, ze hebben een abonnement op hoekschoppen. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Thompson. Dat is natuurlijk een vrije trap. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hé, hey Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Doorgebroken, alle tijd van de wereld. Hij kon hem zo het doel inwerken. Maar de doelman redt de bal. Ja, en daarmee voorkomt hij een zekere nederlaag. Had deze gezeten, ja, dan hadden ze het kunnen schudden. Er ligt een counter op de loer. Ze hebben die verdedigers achterin nodig. Oh, wat een kans. Boom, koekoek, confetti. Ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Ah, tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet voorkomen dat de bal in het net terechtkomt. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Roberts. Hij geeft een vrije trap. En hij stopt die vrije trap, zeg. Zo, flitsende redding, zeg. Heel knap. De scheidsrechter geeft ze een corner. Komt de hoekschop in het midden. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. En de doelman gaat op avontuur. Spectaculair dit, maar ook heel gevaarlijk. Ruim baan op de vleugel. Het spel gaat verder naar die redding. Roberts. Lichaam goed tussen de bal en de tegenstander. Een inworp. Joe Allen. Nee, deze paas komt niet aan. Een inworp tegen. Williams. Wright Phillips. Hij is daar. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij weet de bal weg te werken. De verschillen op het veld zijn werkelijk gigantisch. Kijk ook maar eens naar deze statistieken. Ze hebben geen enkele moeite om door de verdediging heen te spelen. Niet voor niets staat er nu een riante voorsprong op het bord. De doelman met een makkelijke redding. Nog steeds aan de bal. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Het scheelt een stuk. Oh, wat. Dit schot ruim naast. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Thompson. Ah!
Ja, we zijn de bal weer kwijt. Blijft aan de bal. Doelpoging, schot. Een spectaculaire redding van het doelman. In het midden van de 16. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Roberts. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Maken ze nog gebruik van die ruimte? En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ratatatata, hier zit alles in een plaatje van een omschakeling. Hup, de Brommer staat er. Springen, tak, 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 goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze genadeloos toe. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Nou, dat doelpunt zal wel wat troost bieden aan hun supporters, maar meer is het niet. Ja, uitstekende mogelijkheid. En dat is een mooi doelpunt. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ja. Nu is de wedstrijd al gespeeld, nu ze de voorsprong nog groter maken. Joe Allen. Thompson. Roberts. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Er wordt een vrije trap gegeven. Nee, dit is niks. Zonde hoor, van die vrije trap. De bal lag wel op een behoorlijke afstand, maar dat mag geen excuus zijn. Uiteindelijk leek het helemaal nergens op. De bal gaat over de flank. En nu wordt het oppassen. En nu snel schakelen voor de counter. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Dat is natuurlijk een vrije trap. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Even dat gevaar eruit halen. Hij schermt de bal goed af. De bal raakt de speler inworp. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Bale. Einde balbezit.
Hij maakt de actie en verovert de bal. Thompson. Heerlijke beweging. Ja, en ook nog zijn man uitgespeeld. Garrett Bale. Bale speelt zijn verdediger uit. En ze krijgen weer een hoekschop. Een hoop vrolijke fans hier op de tribunes bij deze stand. Hoor ze eens zingen. Ja, lekker sfeertje hoor. En ik kan me de vreugde wel voorstellen. Deze ploeg gaat op de overwinning af. Bal wordt voor het doel gebracht. Nee, dit strand hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen. Nog 7 minuten te gaan. 7 minutos. Kunnen ze dit snel uitspelen? Dit moet een doelpunt worden. De bal blijft binnen naar die redding. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. De trainer van de bezoekers gaat wisselen. Klopt, zie je het. Hij besluit de speler op het veld te gaan vervangen. Thompson. Garrett Bale. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Joe Allen. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Een fantastisch doelpunt. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Hè. Wat is echt een geweldige goal. En dan kunnen ze toch nog een doelpuntje meepikken. Alleen maar voor de statistieken. Dit is wonderbaarlijk mooi voetbal. Ja, eigenlijk kunnen we het toch niet anders zeggen. Moet je eens kijken hoe deze aanval ontstaat. Een serie passes en vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. Wat een doelpunt, Verstijn, zeg. We hebben niks te klagen. Een klein straaltje zonneschijn voor ze in deze kansloze wedstrijd. Hun ploeg poetst de nul van het scorebord. Ja, een doekje voor het bloeden, zal ik maar zeggen. Overtreding. Och, kijk naar die plek. Een mooie plek voor een doelpoging. Oei, 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 oei. Hij werkt zichzelf in de nesten. Ja, hij was doorge... Ja, doelpunt. Schitterend. Toch nog een doelpunt. Leuk voor de fans, voor de coach. Maar het zal weinig verschil maken. Ja, hier kunnen we kort over zijn. Dit is een magistrale vrije trap. Moet je zien, zeg. De daling wordt precies op tijd ingezet. Dat is een heel precies werkje, maar deze speler doet dat voortreffelijk. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Dribbelt verder richting doel. Net op tijd ertussen. Roberts. Garrett Bale. Er ligt ruimte voor de counter. Amiobi. Zet verder door. Een verschrikking voor elke voetballer. Een eigen doelpunt. Dit is nog eens een keer ingrijpen met desastreuze gevolgen. Ik bedoel, als je dat dan doet, dan moet je je wel realiseren dat je het dicht bij je eigen doel doet. Hè? En we zien nu wat het resultaat is. Een eigen goal. Kun je zeggen, sneu. Ja. Je kunt ook zeggen, dit is echt heel dom. Zo, 8 tellen voor iedereen. Ze moeten bijkomen van het eigen doelpunt. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Natuurlijk krijgt hij daarvoor een vrije trap. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog 1 zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog.
Daar mag hij niet over mopperen. Het schot is niet echt. En de scheidsrechter fluit. Ze winnen voor eigen publiek. Ja, deze wedstrijd hebben ze dan uiteindelijk toch heel makkelijk gewonnen. Kijk maar naar de score. Die is daar het bewijs van.